en welkom bij deze nieuwe video. Voordat ik echt ga beginnen met de video, ik moet even heel snel iets vertellen en dat is mijn hand. Ik heb mijn hand dit weekend heel erg verbrand. Je ziet helemaal die blaren hier. Ik wil het niet te lang in beeld houden, want het is een beetje nasty om naar te kijken. Maar zoals je kunt zien heb ik hier echt mega blaren. Ik heb mijn hand echt extreem verbrand. Dus ik heb ook nou een beetje moeite met het gebruiken van mijn linkerhand. Dus dat wilde ik even snel vertellen voordat we gaan beginnen met de video. Zodat je weet wat er aan de hand is met mijn linkerhand. Gelukkig is mijn linkerhand en ik ben rechts, dus daar ben ik echt heel blij mee. Ik heb vandaag een full face met W7 Cosmetica make-up. Ik denk dat iedereen W7 Cosmetica wel kent. Ken je het niet? W7 is gewoon een super betaalbaar, goedkoop make-up merk. Het is gewoon te koop bij w7cosmetica.nl, maar het wordt ook verkocht bij websites zoals Boozy Shop en zo. En W7 heeft mij een pakketje gestuurd met allemaal make-up en ik dacht, weet je wat, ik ga hier gewoon een hele video van maken. Het is een full face met W7 make-up, maar niet een full face met nieuwe make-up. Een aantal van deze make-up producten ken ik al, heb ik al gebruikt en weet ik al wat ik ervan vind. Dus het is een beetje een mix van nieuwe en oude W7 make-up. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Ik ben er heel enthousiast over, want ik heb al een lange tijd niet zo'n soort video gemaakt. Er zijn een aantal producten die ik niet heb, dan gebruik ik gewoon mijn make-up van andere merken. Maar echt het meeste is W7. Dus ja, let's do this. Vind je dit nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik ga vandaag voor de verandering een keer beginnen met mijn gezichtsmake-up in plaats van mijn ogen. Ik ga als eerste mijn gezicht primen. Ik heb hier de W7 It's Glow Prime Primer, gezichtsprimer. Dit is dus een Glowy Radiant gezichtsprimer. Deze is nieuw voor mij, heb ik nog nooit gebruikt. Ik weet niet of hij nieuw is in hun assortiment, maar ik heb hem in ieder geval nog nooit gezien. Je moet hem schudden, staat hierop. En ik hou altijd van Glowy Primers. Ik vind het altijd fijn om een soort van glanzende base te hebben, omdat ik altijd heel veel matte producten gebruik en mijn huid is normaal tot droog. Dus dan is het fijn als er toch iets zit wat een beetje mijn gezicht een beetje laat glanzen. Ik hoop wel dat hij niet glitterig is, dus we will see. Ik vind de verpakking wel heel mooi. Ik vind ook dit mooi, zo rose gold. Dat vind ik altijd wel mooi. Normaal prime ik dus met allebei mijn handen, maar nou ga ik deze linkerhand niet gebruiken, dus ik ga het even doen met één hand. Het is zo irritant als je gewoon één hand niet kunt gebruiken steeds. Oké, het is een beetje zo beige. Hij is wel heel glitterig, dus we will see. Hopelijk is het niet too much. Oké, het is letterlijk een highlighter over mijn hele gezicht. Ik moet zeggen dat dit mij niet per se afschrikt of zo. Ik vind het altijd gewoon prima, omdat ik toch weet dat er genoeg make-up overheen gaat. Dus voor mij maakt het altijd niet uit. Maar het is wel heel glitterig. Het is een beetje nou gewoon alsof ik een liquid highlighter heb gedaan over mijn hele gezicht. Zien we dit? Ik weet dat heel veel mensen oprecht gewoon liquid highlighters aanbrengen als basis. En dan de make-up erop doen, omdat ze dan zo'n mooi glanzend effect krijgen. Dus op zich kan dit echt een heel mooi effect geven. Dus laat je vooral hier niet door afschrikken. Maar dit kan wel echt alleen als je echt volledig dekkende make-up producten eroverheen aanbrengt. Ga dit niet aanbrengen als primer en loop zo de deur uit, want dan zie je er echt gewoon uit als een glanzende discobal. Hij ruikt ook echt best wel lekker. Hij smeert er gewoon goed in. Oké, ik vind hem gewoon prima eigenlijk. Ik heb ook een nieuwe foundation van hun gebruikt. Ik ben al de hele tijd aan het twijfelen of ik hem ga gebruiken, want de kleur is echt veel slecht. Dit is de W7 Glowtime Foundation. Dit is dus ook weer een glanzende foundation. Ik hoop niet dat hij te veel gaat glanzen, want ik heb al nou zo'n extreem glanzende primer opgedaan. Even kijken, deze moet je ook goed schudden, staat erop. Dat moet echt best wel vaak en ik schud mijn make-up echt nooit. Ik vergeet het altijd. Krijgt 30 ml, is een normale hoeveelheid. En ik heb de kleur Honey Glow. Ik heb nou gebruikt, dus ik denk dat mijn normale huidskleur zou hier wel mee matchen. Maar ik ga het gewoon aanbrengen. Ik heb schijt. Als hij te licht is, dan gaan we gewoon extra bronzen. Ik ga het aanbrengen met deze spons. Ik weet niet precies waarvan deze spons is ook alweer. Oké, de ondertoon is in ieder geval wel gewoon goed. Gewoon goed beige, dat is fijn. Oké, ja, hij is een tikkietje te licht. Ik zie een beetje een grijzige waas over mijn gezicht. En dat betekent echt altijd dat je een te lichte kleur hebt opgedaan. Je kunt het ook zien vergeleken met mijn nek. Mijn nek is iets meer donkergoud, maar dat maakt niet uit. Het is niet extreem te licht, dus dat vind ik gewoon top. Ik kan hier echt wel mee werken. Het heeft een lichte tot medium dekking. Het heeft absoluut niet veel dekking. Dus dit is meer een everyday no make-up make-up look foundation. Hij is wel heel glanzend, maar heel veel glans komt ook door die primer. Als je die primer er niet onder zou doen, dan glanst hij iets minder. Ik vind het al met al gewoon mooi. Ik vind dat het mijn hele een natural glow heeft gegeven. Echt zo'n no make-up make-up look. Dus ik ben best wel gewoon enthousiast. Ondanks dat hij niet veel dekking heeft. Niet veel dekking is niet per se iets slechts. Sommigen hebben gewoon dekking. Sommigen hebben iets minder dekking. Iedereen wil ook gewoon wat anders. Ik vind het echt best wel mooi. Het geeft me echt een hele mooie natural glow aan mijn gezicht. Toppie. Ik heb geen W7 concealer. Dus ik gebruik even mijn Milani Conceal Plus Perfect Concealer. Omdat W7 een betaalbaar merk is, ga ik ook gewoon allemaal betaalbare merken gebruiken als ik gewoon make-up van mezelf gebruik. En Milani is ook redelijk betaalbaar. Niet zo goedkoop als W7, maar
valt nog wel gewoon in de betaalbare categorie. Dit is by the way een glanzende concealer. Dat vond ik wel mooi matchen met de glanzende look die wij nou hier hebben. Jongens, ik ben nou echt super glanzend. Kijk even dit. Oh my god. Maar ik vind het gewoon nog steeds mooi. Nou gaan we poeder aanbrengen. Dus gaan we alles een beetje meer mat maken. En wat minder glanzend. Ik heb hier het nieuwe, de W7 Banana Dreams poeder. Deze poeder is voor mij persoonlijk niet nieuw. Deze heb ik ooit al gehad. Iets heel aparts. Maar dat is dat ik deze poeder in het begin altijd heel erg goed vond. En later vond ik hem niet meer mooi. Dus ik weet niet wat ik er nu van ga vinden. Ik heb hem echt al maanden of zo niet gebruikt. Maar ik ben heel erg benieuwd. Dit is dus gewoon een gele banana poeder. Hij is wel echt super geel. Dus ik hoop niet dat hij te geel gaat zijn voor mij. Nou, ik vind hem op zich gewoon prima. Hij doet gewoon wat een poeder moet doen. Hij is niet te dik op de huid. Hij laat ook niet zo'n gele waas achter. Het is wel een beetje een donkere kleur. Ik zie wel een klein beetje geel. Het is dat ik nou heb gebruind en wat donkerder ben. Ik denk dat als je lichte huidskleur hebt, dit echt niet geschikt gaat zijn voor jou. Deze poeder is echt geschikt voor een medium tot donkere huidskleur. Want anders gaat hij echt veel te geel zijn. Ik weet niet meer precies waarom ik hem niet meer fijn vond. Ik denk misschien ook gewoon door de kleur als ik niet had gebruind of zo. Want dan was hij ook voor mij iets te geel, maar voor nu is hij eigenlijk gewoon top. Ja, hij heeft het ook gewoon goed mat gemaakt. Ik zie wel dat hij hier een klein beetje aan mijn huid is gaan plakken. Ik weet niet of je het heel goed ziet op beeld, want het is echt super subtiel. Je ziet het echt bijna niet eens in het echt. Maar als ik echt zo kijk in de spiegel, zie ik dat hij hier een klein beetje plakt aan mijn gezicht. Het is niet de beste poeder ever, maar het is oké. Oké, even een beetje Maximal Fixing Spray. Oké, ik heb heel even snel mijn neus gecontourd met wat poeder en ook een beetje hier en that's it. Ik ga nou beginnen aan mijn ogen en ik ben heel enthousiast over dit paletje. Ik heb hier het W7 Show Off paletje. Dit paletje is helemaal glitterig. Je voelt ook echt de glitters erop zitten. En dit zijn de kleuren, jongens. Dit paletje schreeuwt echt mijn naam. Dit is echt een Sarah paletje. Ik hou ervan. Je hebt heel veel neutrale kleuren. Ook een aantal felle kleuren, zoals die felle blauwe en roze kleur. Heel veel glitters. Dit is ook een totale dupe van het paletje van ABH in samenwerking met Amrazy. Kijk even deze overeenkomsten. Ze hebben letterlijk dat paletje geduped, gewoon nagemaakt. Daar ben ik happy mee, want dat paletje van ABH vond ik prachtig. Was echt een paletje die ik normaal zou halen. Alleen ik support Amrazy niet, want ze is echt de grootste biatch ever. Dus ik vind dat heel gemeen en ik vind dat heel onaardig. En dan support ik iemand niet. Dus ondanks dat ik dat paletje geweldig eruit vond zien, heb ik hem dus niet besteld omdat hij dus van haar is. Maar dit paletje is dus een dupe. En ik dacht, ja, dit paletje is niet van haar. Dus dit paletje vind ik echt geweldig. Dus ik was heel blij dat ze mij deze hebben opgestuurd. En ik ga even hiermee een lookje maken. Het wordt ook een leuke draagbare look die je gewoon echt kunt dragen. Dus ik ben er enthousiast over. Laten we snel beginnen. Want ik ben heel benieuwd naar de kwaliteit. W7 heeft niet altijd de beste kwaliteit qua oogschaduw. Dus we will see. We gaan even inzoomen op de ogen. Oké, we zijn lekker ingezoomd. Ik ga niet meer primen. Want dat heb ik al soort van gedaan met concealer. Dus we kunnen gelijk beginnen met het paletje. Oh, ik moet echt mijn kwasten wassen eigenlijk. Oh my god. Al mijn kwasten zijn helemaal zo rood roze. En dat gaat zeker twee afgeven. Wat een gezeik. Ik ga beginnen met deze matte neutrale kleur. Die heet Parade. Kijk, ik gebruik mijn Zoeva 228 Fluffy Quals. En dan ga ik die kleur aanbrengen in mijn hele arcadeboog. Dan pak ik de donkerbruine matte kleur hier. Die heet Influence. Dan pak ik een kleinere Fluffy Quals. Zoeva 224. En die kleur ga ik dan ook aanbrengen in mijn arcadeboog. Om het wat dieper te maken. Dan pak ik weer die fluffy kwast van net en dan blend ik alles weer een beetje extra in elkaar in. Ik heb verder geen kleur meegepakt of zo. Ik heb een beetje moeite met het blenden van de kleuren. Ze blenden niet heel goed mee. Ze hebben wel genoeg pigment en de kleuren zijn heel mooi. Alleen ze blenden niet heel goed mee. Kijk hier, je blijft ook echt die harde lijn hier helemaal zien. En hier ook zo, hier buiten vooral. En dan probeer ik het echt te blenden, maar het kost me een beetje moeite, jongens. Maar ik doe mijn best. Oké, wat ook leuk is aan het paletje is dat niet alle glitters hetzelfde zijn. Zoals de glitter hier en de glitter hier zijn pressed glitters. En de rest van de glitters zijn gewoon normale glanzende kleuren. Dus dat is ook wel leuk dat je verschillende formules hebt. Ik ga nu in met deze gouden glanzende kleur. Die heet Ruler. En ik maak mijn kwast nat met fixing spray. Zodat hij wat extra glans geeft. Dan pak ik deze pressed glitter kleur. Die heet Icon. Dit is een hele aparte kleur. Het is een beetje een mix van bruin en roze. En dat is ook echt de ooglook waar ik nu van ga. Ik pak gewoon een beetje met mijn vinger hier vanaf.
En dan druk ik het gewoon een klein beetje zo in voor glitter. Met press glitters hoef je geen lijm te gebruiken. Wauw, heel mooi dit. Kijk. Kijk wat voor extra glitter dat geeft. Als je het vergelijkt met die andere. Heel mooi. Ik breng niet te veel aan. Ik wil echt gewoon een beetje een soort van waas van glitter. Een beetje de fallout weghalen. Er was echt alleen maar fallout van die pressed glitter. Maar dat is echt doodnormaal. Dat heeft pressed glitter altijd. Even kijken. Dan wil ik nou een pop van kleur gaan aanbrengen. Ik ga voor de felroze kleur. Dat is deze kleur hier. Kijk even hoe heftig die is. Deze en die blauwe kleur daar zijn echt de meest heftige. Deze kleur heet Proud. En die kleur ga ik aanbrengen als een pop in de binnenste ooghoek. En dan trek ik het ook een beetje door naar boven in mijn arcadeboog. Ik gebruik hiervoor deze pencil brush van Boozy Shop. Die de UP27. Kijk even wat voor leuk effect dat geeft. Het is niet too much, het blijft gewoon draagbaar. Maar het geeft gewoon zo'n leuk pop van kleur. I love it. Dan pak ik de lichte roze glanzende kleur hier, die heet Flirt. En die kleur ga ik dan aanbrengen zo in de binnenste hoek, in de binnenste ooghoek. Dan voor nog een roze pop wil ik ook roze aanbrengen in mijn waterlijn. Dus ik heb dit roze oogpotloodje van NYX Cosmetics, de Epic Wear Liner Stick in de kleur Pink Spirit. En dan ga ik allebei de bruine kleuren die ik in mijn arcadeboog heb aangebracht aanbrengen op de onderste wimperrand. Oké, dan is de look helemaal af. Het is best wel een aparte look. Vooral die roze waterlijn maakt het echt nog heftiger. Dat hoef je niet per se te doen. Je kunt ook gewoon je waterlijn met rust laten. En dan is de look al gewoon leuk genoeg. Maar ik vond het wel leuk als nog een extra pop. I like it. Dit paletje kost wel een beetje moeite. Dat ga ik wel eerlijk bekennen. Maar ik ben wel heel blij met het eindresultaat. Ik vind het echt een leuke look. En dit had ik ook gewoon echt in mijn hoofd. I like it. Dan heb ik hier ook een nieuwe W7 mascara. Kijk deze verpakking even. Hoe heftig die is. Dit is de W7 London Rose Mascara. Dus we gaan even kijken wat we daarvan vinden. Dit is hoe hij eruit ziet. Hij ziet er een beetje goedkoop uit. Ik weet niet of dit iets gaat zijn, maar we will see. Maar ik heb sowieso hele slechte wimpers, dus ja. Oké, deze mascara is echt bagger. Dat was al wat ik dacht toen ik dit zag. Wist ik al gewoon, dit gaat hem gewoon niet worden. En dat is ook gewoon echt. Deze mascara is echt super slecht. Heel erg bagger. Doen we gewoon helemaal niks mee. Nou ga ik nep wimpers aanbrengen. En ik ga Fab Lash aanbrengen van mijn eigen wimpercollectie. In samenwerking met Boozy Shop. Woe! Als je het nog niet weet, ik heb een samenwerking met Boozy Shop. En ik heb 3 soorten wimpers uitgebracht. En dit is 1 van de 3. Dit is de meest heftige. Dit is Fab Lash. En is ook gewoon mijn fave. Ik hou van Fab Lash. Deze draag ik echt elke dag. Deze is ook geschikt voor deze ooglook. Jullie moeten niet denken dat omdat ik nou mijn wimpercollectie heb, dat ik alleen nog maar mijn wimpers ga opdoen. De wimper die ik opdoe hangt altijd gewoon af van de ooglook. En ik zal ook nog gewoon andere wimpers gebruiken. Want de 3 wimpers die ik heb uitgebracht zijn alle 3 vrij naturel. Dus die breng ik alleen maar aan als de look ook een beetje draagbaar is. En ja, ik wil deze look niet naturel noemen, maar je begrijpt wat ik bedoel. In ieder geval, ik ga deze aanbrengen. Ik kom zo bij jullie terug. Oké, we zijn weer een beetje uitgezoomd. Dat maakt mij iets meer comfortabel. De ogen zijn helemaal af. We gaan verder met het gezicht. Ik begin wel te zien dat de foundation aan het opbreken is. Nu al. Terwijl ik me nog zit op te maken, is hij al aan het opbreken. Ik kan het zo hier zien dat het hier een beetje opbreekt. Vooral hier zo. Hier bij mijn lip hier. Daar viel het me als eerste op. Hij is helemaal aan het afbreken. En dat is niet echt top. Oké, ik ga mijn gezicht bronzen. Ik heb hier van hun Very Vegan lijn hun mat bronzer. Deze heb ik volgens mij ooit getest. Dit is de Sunkist versie. Maar ik heb er geen idee meer wat ik ervan vond. Dus we gaan het gewoon vandaag weer helemaal opnieuw uitproberen. Dit is de verpakking. Gewoon een wittige vierkante verpakking. Hij is best wel zwaar. En dit is dan hoe de bronzer eruit ziet ook. Je hebt ook een handig spiegeltje. En hier heb je een boom met wat gras. En de boom is in de vorm van een hartje. Kijk even hoe cute ze dat hebben gedaan. Dat vind ik wel heel erg leuk gedaan. De kleur lijkt gewoon goed te zijn voor mij. En hij is ook gewoon mat. Dat vind ik altijd heel erg fijn. Ik hou van matte bronzen. Dus laten we hem gaan aanbrengen. De bronzerkwast die ik gebruik is van Boozy Shop UP02. Oh, heel mooi. Ik heb het nou alleen maar hier gedaan en hier niet. Zie je even wat voor een verschil bronzer maakt? Hij heeft het hier nou helemaal mooi gebronsd en hier is het nog helemaal gewoon helemaal niks. Echt, ik hou van bronzer. Ik kan letterlijk niet zonder bronzer. Bronzer maakt echt zoveel verschil. I love it. Ik weet niet zo goed wat hier gebeurt, maar dat ligt niet aan de bronzer. Dat ligt echt aan de foundation. Oké, dit is echt prachtig. Deze bronzer is echt, I love it. Dan heb ik hier het W7 Strobe Time paletje. Dit paletje is helemaal nieuw voor mij. Er zit een highlighter in, bronzer, blusher en een strobe. En een strobe is een beetje een hele lichte variant van een highlight. Die geven gewoon altijd zo'n hele lichte glow over je gezicht. En dit zijn dan alle 4 de kleuren. Ze zijn niet heel heftig, maar ja, wel gewoon oké paletje. Het ziet er gewoon allemaal oké uit. Even kijken. Ik denk dat dit de blush is. Dus deze ga ik even aanbrengen als blush. Ik zie wel een klein beetje glans in die blush. Dus ik hoop niet dat hij te veel gaat glanzen.
Ja, de blush vind ik niet zo mooi, jongens. Hij heeft iets te veel glans. I don't like that. Kijk, ik weet niet of je de glans echt heel goed ziet op beeld. Maar het geeft echt helemaal zo'n heftige glans. Daar ben ik niet zo van. Een blush mag echt wel gewoon een beetje glans hebben, hoor. Maar niet zoveel. En er komt ook niet echt heel veel kleur vanaf. Nee, ik ben niet zo'n fan van de blush. Deze kleur is by the way een bronze. Maar hij heeft ook echt veel te veel glans. Deze zou ik echt niet als bronze gebruiken. Deze zou ik als highlighter gebruiken voor de meer donkere huidskleur. Ik ga even kijken. Ik denk dat ik deze kleur ga gebruiken als highlighter. Oké, die vind ik wel mooi. Het is niet helemaal mijn kleur, maar op zich, het geeft gewoon wel een mooie glow. Ook al heb ik echt al genoeg glans van die blush, maar oké. En dan pak ik de meer donkere kleur, de zogenaamde bronzer. En dan breng ik die een beetje hier aan voor een glow, maar echt maar een heel klein beetje. Dan pak ik weer die kleur die ik net gebruikte als highlighter. En die ga ik ook gebruiken als highlighter voor op mijn neus. Ook weer niet te veel, want ik ga echt af en toe veel te hem op mijn neus. En dan is er echt zo'n hele glans op mijn neus. Kijk, gewoon een klein beetje. Dat laat je neus ook een beetje smaller lijken. Oké, dit vond ik op zich wel mooi. Dan heb ik hier drie producten voor de lippen die ik alle drie wil gaan proberen. Ik ga beginnen met deze lipstick. De verpakking is heel chic en heel mooi. Dit is de Too Fabulous Semi Matte Lipstick. Ik heb hem in de kleur Divine. Dat is een beetje een donkere kleur. Matcht niet echt met de look van vandaag, maar ik vind het wel een mooie kleur. Een beetje donkerbruin. Ja, ik vind de kleur heel erg mooi. Het is echt een super creamy lipstick. Absoluut niet mat of whatever. Hij is gewoon echt heel creamy. Het is daarom ook een beetje lastig om een goede strakke lijn te maken. Maar dat zou ik persoonlijk sowieso gewoon doen met een lippotlood. Ik vind de kleur ook heel erg mooi. Het is een donkere kleur, maar het is een beetje een draagbare donkere kleur. Ik vind hem ook wel gewoon best wel leuk met de ooglook van vandaag. Dus ja, I like it. Deze vind ik heel erg mooi. Dan heb ik hier echt een hele aparte lipstick. Dit is gewoon letterlijk een gouden lipstick. Dit is de Filthy Rich 24K Kiss Lipstick. In de kleur Golden Shot. Ik weet niet echt wat de bedoeling is van deze lipstick. Wie draagt dit? Kan iemand mij vertellen wie dit draagt? Kijk, het is gewoon letterlijk goud. Ik ga het gewoon aanbrengen, maar ja. Moet ik echt gaan vertellen wat ik hiervan vind? Hij bracht wel goed aan. Het is wel een goede kwaliteit lipstick, moet ik wel bekennen. Maar deze kleur, hij heeft superveel pigment, zoals je ziet. Het wordt echt super goud. Maar wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? En dan heb ik hier als laatste de Mega Matte Lips Lipstick van W7 in een mooie lichtroze kleur. Die matcht wel met deze ooglook, denk ik. Dit is de kleur Fat Cat. Wat is dit? Ik had een meer nude kleur verwacht. En wat is dit voor formule? Wat is dit? Oh my god. Dit is... Kijk even dit, jongens. Er komt gewoon niks vanaf. Ik ga niet eens moeite mee doen. Dit is echt heel slecht. Dit is echt heel slecht. Nou, dat waren dus de drie nieuwe lipsticks die ik heb ontvangen van W7. Geen enkele lipstick matcht met deze ooglook. Maar ik heb gewoon in mijn make-up collectie ook lipsticks van W7 die wel gaan matchen met deze ooglook. Dus die ga ik voor aanbrengen. Ik heb hier deze lipstick van hun. Dit is de witte versie van die lipstick van net. Dit is de Too Fabulous Sleek lipstick. En de zwarte variant is ook die. Maar dit is de semi-matte versie. Maar ik zie niet echt in hoeverre die semi-matte is. Want hij is gewoon super creamy. Ik denk dat dit de kleur Sleek is. En het is een mooie, beetje nude-achtige kleur. Dus ik ga deze even aanbrengen. Oh, ik merk nu echt het verschil met deze andere. Dit is dus de semi-matte. En hij is inderdaad iets minder creamy. Deze is nog creamier dan die van net. Deze kleur is echt fantastisch. Heel deze lipstick is fantastisch. Maar wel echt extreem creamy. Ik denk dat ik deze formule fijner vind. Maar goed, deze is ook gewoon prima. En de kleur matcht met de hele make-up look. Ik heb geen nieuwe setting spray van W7. Maar ik heb ook gewoon weer W7 sprays in mijn collectie. Dit is van de Ready Set Glow collectie. En dit is de gold versie. Zoals je kunt zien is die al vaak gebruikt. Dit is echt een super glanzende, beetje glitterige setting spray. Maar ik vind dat die alles een hele mooie glow aan mijn gezicht geeft. En je hebt er drie. Ik heb hier ook nog de andere twee. Dus je hebt er drie. Je hebt goud, je hebt rose gold en je hebt deze beetje holographic. Oké, jongens, dit was het dan. Dit was mijn full face met W7 make-up. Ik ben echt wel gewoon blij met hoe ik eruit zie. Ik zal even heel snel vertellen wat ik nou uiteindelijk van alles vind.
Deze mascara raad ik absoluut niet aan. Super, super cheapy mascara. Doet me denken aan die slechte Action mascara's. Vind ik helemaal niks. Deze foundation. Het is een hele mooie glowy foundation met een lichte tot medium dekking. Ik was in het begin echt enthousiast. Maar hij is nu al aan het opbreken op mijn gezicht. Vooral hier rondom mijn mond. Ook hier bij mijn voorhoofd. Dus dat vind ik helemaal niks. Dus om die reden raad ik deze foundation ook niet aan. De W7 Very Vegan Bronzer vind ik echt fantastisch. Dit is dus de Sunkist versie. I love it. Hij geeft echt een prachtige glow. Dat hij vegan is, is ook weer top voor de mensen die daar een rekening mee houden. I love it. Deze raad ik zeker aan. De Glow Primer raad ik ook gewoon aan voor alle mensen die houden van een glowy primer. Dit gaat jou echt die glow geven. Het is wel heel glitterig. Als je daar niet van houdt, is hier niks voor jou. Maar ik heb echt wel eens highlighter gebruikt als primer. Want dat had ik toen gezien bij Huda Beauty. En toen ging ik dat ook doen. En I love it. Dus ja, deze zou ik persoonlijk gewoon gebruiken. Maar ja, je moet er wel echt van houden. Het W7 Show Off paletje. Prachtig paletje. Deze look bracht echt geweldig aan. De kwaliteit is niet het beste. Dat ga ik gewoon eerlijk bekennen. Het is ook een heel betaalbaar paletje. En dat is ook echt wel te merken aan de kwaliteit. Vooral qua blending. Het kostte mij echt best wel veel moeite. Dit paletje kostte mij best wel veel moeite. Vind ik het een mooi paletje. Zeker. De ooglook is ook uiteindelijk gewoon goed gelukt. Dit is een goed paletje om mee te oefenen. Als je een beetje wilt oefenen met glitters, pressed glitters en wat heftige kleurtjes. Dan raad ik hem zeker aan. Maar er zijn echt een heleboel betere paletjes in dezelfde prijskategorie. Dus ja, om die reden vind ik hem een beetje een moi. De W7 Banana Poeder is een beetje een moi. Ik heb al net verteld, hij is echt alleen maar geschikt voor de medium tot donkere huidskleur. Als ik hem vergelijk met mijn andere betaalbare poeders, is hij toch een tikkietje slechter. Vooral omdat hij ook hier een beetje bleef plakken aan mijn gezicht. Al met al heeft hij gewoon mijn gezicht goed mat gemaakt. Er is niks extreems slechter aan of zo. Het is voor mij gewoon een beetje een moi. Het W7 Strobe paletje raad ik niet per se aan. Het is dus een blush, een bronzer, een highlighter en dat soort dingen. Als blush en bronzer vind ik het sowieso totaal niet geschikt. Ik vind het gewoon een totaal highlighter paletje. En ik vind het niet echt de beste kwaliteit. Dus deze is, ja, raad ik niet per se aan. Deze lipstick is echt top. Deze lipstick vind ik echt fantastisch. Al deze lipsticks vind ik echt fantastisch. Allemaal die er zo uitzien. Dus ook de witte versie die ik nou op mijn lippen heb, vind ik echt amazing. Vooral voor die lage prijs. Echt fantastisch. Ook de kleur is heel mooi. Deze lipstick, ja. De kwaliteit is gewoon goed. Het is echt gewoon een goede lipstick. Als je houdt van gouden lippen, de kwaliteit is echt goed. Dan raad ik hem zeker aan. Alleen die kleur, ja, daar kan ik gewoon persoonlijk echt gewoon helemaal niks mee. Nou jongens, dat was dan wat ik van alle producten vond. Helaas een aantal producten erbij die ik niet per se aanraad. Gewoon echt de winnaars van vandaag zijn echt deze twee producten. Deze bronzer en deze lipstick. Als je iets wilt halen uit deze video van vandaag, zijn deze twee producten staan echt in mijn top 2. Deze zijn echt amazing. I love it. Nou, zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video. Laat me weten beneden in de reacties wat je ervan vond en of je misschien ook iets gaat halen. En ja, ik hoop gewoon dat jullie hebben genoten en dat ik weer een beetje een lach op jullie gezicht heb gebracht vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!